little Steve, thanks to my voice synthesizer. It has been a glorious time to be alive and doing research in theoretical physics. We are all time travelers, journeying together into the future. But it would be an empty universe indeed, if it were not for the people I love, and who love me. But however difficult life may seem, there is always something you can do, and succeed at. So remember to look up at the stars and not down at your feet. De grote knal, hij reisde sneller dan het licht, deed het met zijn ogen dicht. En voor elk probleem had hij wel een fix, wist alles van de zwaartekracht, al woog hij zelf niks. Hij lachte graag van achter zijn bril. Pas op, hij had een ijzersterke wil. Soms was hij boos en soms was hij lief. Bij hem was alles relatief. Maar geen enkel mens doet het hem na. Hij was de kampioen van de kwantumfysica. Wat een genie. Het perfecte huwelijk tussen feit en fantasie. Was in de toekomst, maar hij is er geweest. En nu ligt hij dus, hoe vind je dat? Waar hij wilde zijn, in een zwart gat. In een zwart gat. Dankjewel, mevrouw Ariep, top. Prettige kerstdagen, hè? Dag, mevrouw Ariep, dag. Kerstboom. Wist je dat de kerstboom al 100 miljoen jaar oud is? Die boom ziet er nog hetzelfde uit als 100 miljoen jaar geleden, wist je dat? Toen er nog dinosaurus op de aarde rondliepen. Wie kan dat nou van zijn eigen zeggen? Ja, de Engelse koningin misschien. En je begrijpt natuurlijk, ik moet kwaliteit hebben. Dit is kwaliteit, dit. Wil je het even voelen? Dit is kwaliteit, dit, hè? Ja. Ik moet ook kwaliteit hebben, want je ziet waar ik sta. Voor de ingang van de tweede slaapkamer. Ik sta hier op het plein, dus ik moet kwaliteit verkopen. Anders heb ik de volgende dag een kamervraag aan mijn boek hangen. Maar ik verkoop kwaliteit, want ik ga ze zelf halen, deze bomen. Die komen uit Zweden, jongens. Ga ik daarheen met een leeg wagentje en dan kom ik terug met 500 zelfgezaagde kerstbomen. En dan rijd ik terug en dan zie ik in gedachten zie ik al die cadeautjes al in die boom hangen. En die gedichten zie ik erin leggen. En dan is het bij elkaar 2 ton aan nog op te tuigen gezelligheid. En dan denk ik bij mij, ach wat leuk. Hè. Dan zie je die kaarten leggen en dan zie je die gedichtjes hangen. En ik zie ook al die familieruzies die al in de maak zijn. Die zie ik ook allemaal. Hè. Ja. Ik sta hier al 30 jaar, jongens. Hey, al 30 jaar. Op dezelfde plek, hè? Hey. Dit jaar hebben ze het plein verbouwd. Stond ik weer op dezelfde plek. Stond ik half het openbare weg. Ja, toen kwam de kit erbij. Meneer, u staat half op de openbare weg. Zag u die pijlen niet? Ik zeg, meneer agent, om eerlijk te zijn, ik heb zelfs heel die Indianen niet gezien. Al 30 jaar sta ik hier, moet je eens nagaan. Dus ik sta ook al 30 jaar te sparren met die badgasten van Binnenhof. Hè? Ja, en die vertellen van alles aan mij, die gasten. Dat is zo leuk. Ja, want je staat er maar een keer in het jaar. Dus toch er al hard bij mij. Ja, tjoh, de een naar de ander, die kom je binnen. Lodewijk Asscher heb ik laatst een blaaspar verkocht. Een blaaspar. En een blaaspar is een mooie boom. Die heb ik namelijk een blauwe gloed eroverheen. Het is eigenlijk meer een VVD-boom, zou je zeggen. Ja. Ik heb hem ook een keer verkocht. Hoor. Aan minister Opstelten heb ik hem verkocht. Die zei natuurlijk, ik hoef geen bonnetje, draai ik het om maar kwijt.
En dan zal u misschien vragen, wat moet meneer Lodewijk Asscher dan met een blaaspar? Dat vroeg hij zelf natuurlijk ook, hè. Ik zei, meneer Asscher, een blaaspar hebben een beperkte naaldval. En dat lijkt me in het geval van uw partij geen slechte keuze. Nou, die oude heb ik ook wel eens een boom verkocht, 20, 30 jaar geleden. Wim Kok heeft bij mij een boom gekocht. Toen kostte een boom nog 9 gulden 75. Hij zei, ik heb alleen een tientje bij me. Ik zei, dat geeft niet, Wim, laat een kwastje maar zitten. Ik heb mijn kwastje teruggekregen, jullie niet. Nee? Ja. Maar ik koop allemaal een boom hier, joh, dat vind ik leuk. Hier, Klaas Dijkhoff heb ik ook een boom aangesmeerd vorige maand. Een Armeense spar heb ik die aangesmeerd. Ja. En die kwam gelijk een paar dagen later klagen. Hij zegt, die boom is niet goed, de naalden vallen eruit. Ik zei, ja, dus? Hij zegt, dat is een goeie, die ga ik gebruiken. Ja. Nou, toen heb ik hem een ballon gegeven en toen was hij blij. Want bij de VVD zijn ze blij met een ballon, hè. Ballon is ook het symbool voor de VVD. Vol met lucht en slecht voor het milieu. Halbe Zijlstra. Die zei altijd dat hij hier kwam, maar die is er nooit geweest. Nou, die zullen we vergeten, Halbe Zijlstra. Dat is lullig voor hem. Erik Wiebes heb ik hier ook. Ah, Erik Wiebes komt altijd een boom. Maar die wil altijd een boom met een kluit erom, Erik Wiebes. Die wil niet dat dingen gaan bewegen, dat snap ik ook wel. Maar ja, dat is natuurlijk een minister van aardbevingen, hè? Dat snap je natuurlijk wel. Ja, ik bedoel, geef me groot gelijk, joh. Ja, dat is wat. We moeten allemaal aan de warmtepomp, hè? We moeten allemaal aan de warmtepomp. Ja. Maar mensen hebben daar geen idee van wat dat is eigenlijk, hè, een warmtepomp. Want dan komen zij de feeling kwijt met de aarde. Vroeger zat alles in de cloud, tegenwoordig zit alles in de cloud. Dat is een groot verschil. Nou, dat is een groot verschil. En ik heb laatst ook die gozer hier gehad, daar heb ik geen boom gekocht. Dat was die, hoe heet die? Jesse Klaver. Jesse Klaver van GroenLinks, die kwam ook ineens langs. En die stond naar die bomen te kijken en zei, wat zijn dat? Ik zei, dat is een kerstboom, meneer Klaver. Hij zei, nee, mag je niet meer zeggen, hè? Mag je niet meer zeggen. Dat is niet inclusief genoeg. Wij van GroenLinks adviseren u om dat voortaan de winterboom te noemen. De mensen met een boerka willen misschien ook een boom kopen. Zo, dat is lekker, zeg. Ik zeg, hoe moet het dan met het kerstkrantje? Hij zegt, u bedoelt een decembercookie? Tja, nou, dan kennen we de piek zeker ook vergeten. Hij zei, de piek die gaan we helemaal verbieden. Dat is veel te hoog gegrepen voor laag opgeleide. Ja. Gek worden van jou. Maar het is wel leuk om die gasten dan een keer te zien. Ze zijn heel normale mensen eigenlijk. Hè? Heel normaal. Alexander Pechtel bijvoorbeeld, die komt ook elk jaar aan het boom kopen. Die kocht dit jaar ineens 2 bomen trouwens. Pechtel. Heel apart. Nou, die heb ik ook vaarwel gezegd, hè. Want Pechtold, dat weet je, die heeft de Tweede Kamer verhaald voor zijn slaapkamer. Dat weet je, die hebben een wijfje liggen douwen in Meppel, dat weet je toch? Die hebben een wijfje liggen douwen in Meppel. Moet hij zelf weten, ieder zijn meugen. Maar hier naaien ze elkaar de hele dag door, vind ik het prima. Maar dan heeft hij tegen die vrouw gezegd dat ze een abortus moest nemen. En dat vond ik wel een beetje naar. Hij heeft tegen die vrouw geschild. Hij heeft gezegd, ik wil goddomme dat je een abortus neemt. Dan denk ik bij mij, joh, als je het zo graag wil, zorg het tot er lekker zelf uit. Heb je die opvolger gezien van Pechtold? Heb je die opvolger gezien? Dan zeggen ze wel eens dat robots ze dit de toekomst over gaan nemen. Nou, dan is bij D66 de toekomst al begonnen. Hey, Rob Jetten, man van weinig woorden. Het enige probleem is dat hij ze steeds herhaalt. In een foutje in de software van die Russische troll, denk je niet? D66 is getroffen door een DDoS-aanval. We zijn trouwens in een oorlog, hè, wist je dat? Wij zijn in een saberoorlog met de Russen. Dat heeft minister Ankie Bijleveld mij verteld. Dat Ankie Bijleveld koopt elk jaar bij mij een boom. Nou ja, een boom, een bonsaiboompje, een klein boompje. We zitten in een saberoorlog met de Russen. Toen dacht ik, wie moet ons nou beschermen tegen de Russen? Toen dacht ik, die blokkeervriezen, dat is goed volk. Blokkeervriezen met gele hesjes aan, dat is het ultieme trollenleger. Denk je niet? Ja, denk ik wel. Die Thierry Baudet heb ik ook gehad hier. Thierry Baudet. Ja, die kwam langs en zei, zeg, Kel, ik wil graag een Engelse spaar met mooie grote kegels voor een zacht prijsje. Ik zeg, kan je rekenen? Hij zegt, ja. Ik zeg, reken er nog maar niet op. Ja. Oh, en weet je wie ik ook nog had? Die gozer, die Stef Blok. Dat is een minister, hè, Stef Blok. Ja, die kwam dit jaar in een probleem met Stef Blok. Want die heeft dit jaar gezegd, Suriname is een failed state. En dat is niet waar, want Suriname is een toonbeeld voor democratie, dat weet je, hè. Er is geen beter land ter wereld dan Suriname. Dus die moest zijn excuses aanbieden, Stef Blok. Aan een marionettenregering die in het zadel wordt gehouden door een veroordeelde drugsdealer. Mooi, oh, yeah. Ja. Maar ja, joh, laten we daar mijn eigen boezem steken, ja toch? Nederland is een failed state. Wij zijn een failed state, joh. De premier is een vazal van het groot kapitaal, man. Wordt nog niemand meer serieus genomen.
Alles wordt duurder, de kosten van het leven stijgen, maar de kwaliteit van het leven holt achteruit. Vanaf morgen betaal je ineens 9% btw. Alle dagelijkse boodschappen worden duurder. We betalen de soldij van terroristen in Syrië, maar onze eigen soldaten die moeten in het hotel zitten, want de barakken storten in elkaar. Ziekenhuizen gaan failliet. Ouders moeten voor de klas staan, want er zijn niet genoeg leraren. De boeren hebben het zwaar, jongen. De boeren staan het water aan de lippen. Hè. Die hebben last van de mestfraude. Dat doen ze niet van de lol, hoor. Er zijn ook steeds meer zelfmoorden bij boeren, wist je dat? Boer zoekt vrouw, boer zoekt taal, zo bedoel je. En ondertussen geven we miljarden aan drugsgeld weg aan de criminelen, terwijl we het zelf zouden kunnen legaliseren. Ik zeg, Stef Bos, wie is hij nou aan veel steed? En toen liet hij weg, toen liet hij weg. Ja. Ik zeg, dag, meneer Blok, dag. Prettige takkenkerst, dag, meneer Stoffel, dag. Lul, hé? Nou, ik krijg hem hier wel op bezoek, hoor, Mark Rutte. Ja, die komt elk jaar een boompje kopen, Mark Rutte. Ja, dat vind ik leuk, ik kan een boompje voor zijn moeder. En voor zijn eigen koopt hij een dennetakje. Voor een vaasje heeft hij het altijd over, dat hij dat in een vaasje doet. En ik zou je vertellen, ik heb iets gemeen met Mark Rutte, want wij hebben allebei geen vrouw. Nee. Ik zeg altijd, waarom zou ik een boek kopen als ik lid kan worden van de bibliotheek? Niet dat ik dat wil, want die boeken van mijn leeftijd die zijn allemaal een paar keer gelezen. Dat begrijp je natuurlijk ook. Hè? Maar moet ik met zit je tegen zo'n uitgescheurde kaft aan te kijken? Rot op. Nee, en weet je wie er elke dag even langskomt om een paffertje te roken? Geert Wilders. Ja, want het is een kettingroker, hè, dat weet je. Die paft heel wat weg, man. Die staat te puffen en te puffen. Daarmee dat ik puffe. Heeft hij ook over nagedacht? Maar die zegt altijd, ik hoef voor jou geen kerstboom, want ik slaap op vrij verschillende plaatsen. Dus het is onmogelijk om overal een kerstboom op te tuigen. Dat is triest eigenlijk, hè, voor zo'n man, als je erover nadenkt. Toch? Ik zeg, nou ja, Geert, wat maakt het daar? Jos Sertoni gewild, want het zijn allemaal buitenlanders. Eigenlijk is zo'n kerstboom de perfecte personificatie van het politieke bestaan. Je wordt binnengehaald als de verloren zoon, als een nieuwe belofte. En dan mag je even gaan shinen in de kamer. Mag je shinen en dan op een gegeven moment, ja, dan doe je wat fout. Dan valt er een naald uit, dan belazen je de kluit. En voor het weet, word je het kruis genageld en op straat geflikkerd. Afgetuigd, afgefikt. Maar er zijn ook bomen die het lang volhouden omdat ze voeling houden met de aarde. Zoals Pia Dijkstra. Pia Dijkstra, dat is mijn politicus van het jaar. Ik heb ook een jaar een boom hier, Pia. En toen zei ik tegen de Pia, ik zeg, als je nou voortijdig komt te overlijden, wat ik niet hoop, ga je dan je organen doneren? Ze zegt, dan doneer ik allemaal organen. Ik zeg, maar stel je nou voor dat jouw D66 hart terechtkomt in het lichaam van een PVV'er. Toen zei ze, dat vind ik prima, want ik gun elke PVV'er een hart. En toen dacht ik, kijk, dat is nou de kerstgedachte. Was het heetste jaar ooit gemeten sinds de metingen begonnen in 1901. Heel Holland bakte. We waren zelfs afgebakken, zo erg was het. Dit jaar hadden we code oranje, jongens. Het asfalt smolt, bruggen zetten uit, gingen niet meer dicht. Sporen waren gesloten, het was één grote chaos. Wespenplaag, heb ik een wespenplaag gehad. Dat waren de eerste gele hesjes dit jaar, hè? De gemiddelde boswandeling werd een steekpartij. Verschrikkelijk was het. En het was 's nachts ook zo heet. Heb je 's nachts ook wakker gelegen? Man, ik heb een nacht lang wakker gelegen. Er was dit jaar een vrouwtje van 85. Die was gevallen in de tuin. Die kon niet meer overeind komen. Die heeft 2 dagen en 2 nachten in de tuin gelegen. En die werd binnengebracht, de eerste hulp. Toen vroeg die verpleger, mevrouw, u ziet er niet uitgedroogd uit. Toen zei ze, nee, dat klopt, ik was de tuin aan het sproeien, dus ik had die slang bij me. Heb ik niet snikheet gehad met z'n allen? Ik heb stikte moord, jongen. Nou, ik woon in het Bezuidenhout, met 3 hoog met een plat dak, jongen. Nou, ik stikte de moord midden in de nacht. En bij de 4e nacht, ik denk, bekijk het maar, ik ga naar de koelkast, ik suip alles op wat erin ligt. Dan begin je met melk, maar daarna zit je in de chilisaus, sojasaus. Tubus mayonaise, ook naar binnen. Ik zou je nog sterker vertellen. In mijn donkerste momenten ben ik naar de vriezer gelopen en heb ik daar alle koelelementen gepakt die ik heb ik in mijn bed gelegd. Het lijkt slim, maar dat is niet. Nee, want dat zuigt zich vast aan je huid, hè? Zo'n koel element. Je ziet wel eens van die filmpjes op internet van zo'n jochie met zijn tong tegen een bevroren lantaarnpaal aan. Zo, dat hou ik dus ook bij mijn rug dan met zo'n koel element. En toen ik de volgende morgen wakker werd, bleek dat sommige koel elementen ook helemaal geen koel elementen waren. Maar bakjes bevroren ertessoep. Ja.
Ik ging naar bed op een hagelwit laken. Ik werd wakker op de Braziliaanse vlag. Echt, hè? Echt, hè? Dus, dat was het modewoord van 2018, hè? Echt, hè? Echt, hè? Echt, hè? Ja, echt, hè? Vorig jaar rond deze tijd stond ik het ijs te krabben van de ruiten van mijn auto. Waarschijnlijk voor de laatste keer in mijn leven natuurlijk, hè? Want de aarde warmt op. En toen kwam de buurman langs met zijn hondje en zei... U moet die motor niet laten lopen, slecht voor het milieu. Ik zeg, hoezo? Hij zei, de aarde warmt op. Ik zei, de aarde warmt op, ik sta fucking ijs te krabben. Hij zei, nee, de aarde warmt op. Ik zei, nou, dat klopt. Daarom laat ik mijn motor ook lopen. Ik heb mijn auto alvast wennen aan de klimaatverandering. Maar we moeten natuurlijk over van de fossiele brandstof, dat weet u. We moeten naar zonnepanelen. Dat is het, zonnepanelen. Hè. Dat is het helemaal. Willem-Alexander wil heel graag zonnepanelen op Huis den Bosch, maar dat mag niet, hè? Je mag op het dak van een paleis mag geen zonnepanelen leggen. En hij is nu aan het verhuizen. Hè, want ik woon nu op Zuidhout. Dus je al die wagens langs rijden. Maar er zitten geen zonnepanelen bij, hoor. Nee, hij doet het niet. Vind ik jammer. Dan denk ik van, joh, had hij maar wat van die bravoerige orven van zijn opa. Dat hij een beetje à la Prins Bernhard. Weet je, dat mis ik bij die jongen. Een beetje Prins Bernhard. Prins Bernhard had al die daken helemaal volgeplemd. Wat denk je dan? Tuurlijk. En van de opbrengst was hij een olifant gaan schieten in Afrika. Of zijn DNA gaan verspreiden over Europa. Dat vind ik jammer voor Willem-Alexander. Maar goed, misschien slaat het de generatie over. Dat zou kunnen. Misschien krijgen we een beetje herrie in de familie met prinses Amalia. Want we kunnen wel een beetje herrie gebruiken, vind je? Ik heb ook helemaal geen nieuws over het Koningshuis dit jaar. Er is niks te melden, ja. Maxima had last van darmklachten. Ik denk dat Willem-Alexander daar een vinger in de pap heeft gehad. Aardwarmte, energietransitie. Had je een paar jaar geleden nog niet van gehoord? Energietransitie wordt trouwens wel de doodsteek voor Zwarte Piet, hè? Jawel, probeer zo'n knechtje maar eens door een warmtepomp heen te douwen. Dat ga je niet lukken. We moeten keuzes maken voor het milieu, want we gaan eraan. En snel keuzes maken en radicaal keuzes maken. We moeten duurzamer worden. Dingen moeten langer meegaan. Volgend jaar krijgen we nieuwe biljetten van 100 euro en 200 euro. Waarom? Omdat ze langer meegaan. Nou, dat kennen ze mevrouw nog niet. Maar goed. We moeten keuzes maken. Dit jaar was er een enorm gedoe over het klimaat. We hadden vorige week nog een klimaattop in Polen. En toen zeiden de deskundigen, we gaan dingen beleven waar we niet aan willen denken. En dat vond ik grappig, want ik denk zo vaak aan dingen die ik nooit ga beleven. We moeten keuzes maken, we moeten duurzamer worden. En we kunnen maar beter keuzes maken, want anders maken we de verkeerde afslag. Ik bedoel, gaan we door of slaan we af? Dat is de keuze. En als we geen keuze maken, slaan we door of gaan we af? En ik zal u vertellen... Wat betreft het milieu, klimaatverandering, opwarming van de aarde. Wat mij betreft interesseert het hele zootje mij geen ene reet. Ik woon in een huis uit 1933 in Bezuidenhout. Ik zei het al, de scheuren van bombardement zitten bij mij in de muur. Ik heb energielabel dubbel G. En dat staat niet voor dubbel glas, dat begrijp je zelf ook wel. Dat staat voor gegarandeerd gezakt. Ja, ik douche extra lang, omdat het niet mag. Ik heb een ketel met het laagst mogelijke rendement. Ik rijd een zwaar vervuilende BMW uit 2003, een dieseltje. Ik heb meer vlieguren dan een F-16-piloot. Ik heb de CO2-uitstoot van een buitenwijk in Bombay. Ik heb de ecologische voetstap van een dinosaurus. En toch ben ik milieuvriendelijker dan jullie allemaal bij elkaar. Ja, en hoe heb ik dat gedaan? Nou, dat komt. Ik heb iets gedaan waar jullie te laf voor zijn. Ik heb iets gedaan voor het milieu. Mannen in de zaal, doe het ook eens een keer. Ik heb het gedaan. Achterover liggen, naakt, met je benen omhoog. Doe het maar, benen wijd, doe het maar. Enige geplukte kippenstand, achterover. Prik, prik, knip, knip, geen kinderen. Ik beperk 100% milieuschade. Een kind is per definitie niet klimaatneutraal. Jullie niet, ik wel. Ik ben de designated survivor. Halleluja! Is ook een foutje van de natuur. Kinderen zouden moeten worden geboren op het moment dat ze worden verwekt. Snap wat ik bedoel? Schat, wat was dat lekker, hè? Zo, ben je ook zo lekker aangekomen? Ja, dat was heerlijk. Maar ik denk... Dan leer je het al af. Baby's. Ik snap er niks van. Je stopt hem er lachend in, het komt te huilen uit. Zullen wel vrouwen in de zaal zitten die zeggen... Nou, je gaat wel erg kort door de bocht, hè? Want ik bedoel, jij weet niet hoe het is om een kind te baren. En ja, je bent zeker nooit bij een bevalling geweest. Nee, dat klopt, ik ben er nooit bij een bevalling geweest. Als ik een bevalling had willen zien, had ik wel achterom gekeken toen geboren werd. Ja, maar ik heb de mogelijkheid om een kind te baren. Prachtig, maar je hoeft niet altijd van je mogelijkheden gebruik te maken, hè? Ja, maar ja, een kind is toch onvoorwaardelijke liefde, zeggen mensen ook. Het is onvoorwaardelijke liefde. Oh ja, waarom hoor ik ouders dan zo vaak zeggen... Als je nou niet ophoudt, vind ik je niet meer lief. Hey, lekker onvoorwaardelijk. Ja, maar mijn kind gaat later voor mij zorgen als ik oud ben. Geloof je zelf?
tegen de tijd dat jij een appeltje hebt, krijgen je kinderen ineens dorst. Ik begrijp het ook wel. Een kind kleien is het meest creatieve wat de meeste mensen voor hun leven zullen doen. Dat snap ik ook wel, natuurlijk. En het is ook leuk om een kind te hebben, ongetwijfeld. Maar hoe kan je je kind beschermen tegen honger, tegen ellende, tegen dat milieu, tegen alle rampspoed die er is? Dat kan maar op één manier. En dat is het kind niet geboren laten worden. Het in je houden, niet laten bevruchten. Hou het kind in jezelf, is ook een mogelijkheid. En ik begrijp heel goed dat mensen kinderen nemen, want dat lijkt me ook leuk. Ik doe thuis ook wel eens alsof ik een kind heb. Dan roep ik 35 keer opruimen tegen mevrouw. En misschien komt het door mijn opvoeding, dat zou ook kunnen. Want ik ben opgevoed als enig kind, tot groot verdriet van mijn zus. Maar... Hey. Als je ouders geen kinderen hadden, is de kans vrij klein dat je ze zelf ook krijgt. Nou. Er is één iemand, en daar ben ik wel blij mee dat hij een kind heeft gekregen. Dat is mijn schoonpa. Want zonder mijn schoonpa had ik natuurlijk mijn vrouw niet gehad. Hoewel het mijn vrouw niet is, want ik heb geen ring, zoals u ziet. We zijn niet getrouwd. Dus het is eigenlijk meer mijn vriendin. We hebben wel allebei een tattoo van elkaar, dat hebben we wel. Maar een trouwring, daar vind ik zo definitief. En mijn schoonpa is dit jaar met pensioen gegaan. Na 44 jaar werken. Hij begon als jong pikkie in het leger. En toen heeft hij geleerd om een tank te besturen. En dan mag je daarna in het burgerleven, mag je dan blijkbaar ineens ook een bus besturen. Dus mijn schoonpa, Dick, 44 jaar lang buschauffeur geweest. Weer en wind, elke morgen op zijn fiets, vanuit Maarsen naar Utrecht, naar de GVU, gemeentelijk vervoersbedrijf Utrecht, om daar op de bus te gaan rijden. U weet, een buschauffeur is een afwisselend beroep. De ene dag word je uitgescholden, de andere word je ondergespuugd. Het is een fantastisch beroep. Plaspauze van 1 minuut, ja. Dick is heel trots op zijn tijd in het leger, want toen hadden ze nog tanks. We hebben helemaal geen tanks meer, hè? Nee, dat is over. Wij lenen de tanks nu van de Duitsers. Op zich geen slechte ruil, een tank voor een fiets. Daar hoor je mij niet over. Nu is het leger een kakkemikkerassootje, dat weet je ook. Ik bedoel, dit jaar werd duidelijk dat de kogelvrije vesten over de uiterste houdbaarheidsdatum zijn. En de helmen ook. En dan gaan ze op oefening in Noorwegen, moeten ze zelf de winterkleding meenemen. En dan komen ze aan, is er geen munitie, moeten ze pang roepen in de sneeuw. En denk nou niet meer, ik blijf lekker op de kazerne, want dan word je aangerand. En dat bedekken ze allemaal onder een dikke laag groen zesverf. Ik hoor de laatste kerstbomenverkoper zeggen, Nederland is een failed state. Ik denk dat hij gelijk had. Maar goed, Dick is dus met pensioen gegaan, eigenlijk op het juiste moment, namelijk toen Fred Teven begon. Dick is 3 maanden te laat geboren. Dus hij moest 2 jaar langer doorwerken. Ja, dat was de reden. Hij moest doorwerken, zijn collega's die waren al lang klaar, die zaten de wormen te verdrinken aan de rand van het water. Maar Dick moest gewoon door. Zaten ze te zwaaien naar elkaar. Haha, Dick nog 2 jaar werken. Haha, maar Dick is nu 67 en die is uit de dienst. Wij zijn straks pas aan de beurt als ze 70 zijn. Hè? Want de pensioenleeftijd wordt opgerekt misschien wel naar 70. Ik denk 70 eerlijk gezegd. Maar als je 72 bent en je komt binnen op de eerste hulp, gaan ze al zogeheten kwetsbaarheidsvragen stellen. Heeft u er nog wel een beetje zin in, meneer? Bent u vaak depressief? Als je 72 bent. Dus je hebt eigenlijk maar 2 jaar eigenlijk om voor je pensioen te genieten. En dan moet je oppassen, want de overheid wil nog een jaartje afsnoepen als het zo lukt, hoor. Echt waar. Waarom hebben ze eigenlijk pensioen uitgevonden? Zoals Willem Drees zei, zodat oud en arm nooit meer in één zin hoeven worden uitgesproken. Maar die tijd is voorbij. Want we moeten steeds langer doorwerken en voor steeds minder geld. Ja, zeggen ze, maar ja, mensen leven langer, dus mensen moeten ook meer voor pensioen sparen. Dat is misschien wel waar, maar er is ook iemand die heeft 30 miljard uit de pensioenpot geklauwd. En weet je nog wie? Ruud Lubbers, inderdaad, meneer. Ruud Lubbers, de man met de loshandjes. Ruud Lubbers, ja. De grote graaier. Nou, geen geld, maar iets anders. Hij zat wel te graaien, dat weet je, hè? Ja. Tuut, 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 de handjes voor Ruud. Die wandelende wenkbrauw, ja. Maar goed. Aan de andere kant, Ruud Lubbers was al miljonair voordat hij de politiek inging. Meestal is het andersom. Hij is zo'n Wim Kok. Hij heeft zijn leven lang gezorgd, een hardwerkende socialist, voor de arme mensen. En toen ging hij met pensioen. Toen dacht hij, nou, laat ik nou ook eens wat gaan doen voor de rijken. Dus toen werd hij commissaris bij ING en bij de Shell en bij de KLM en zo. Maar goed, laten we Ruud Lubbers en Wim Kok herinneren als de mannen die ze waren. Mannen met grote verdiensten, ook van Nederland. De
ING-bank trof dit jaar de grootste schikking ooit in de Nederlandse geschiedenis. 775 miljoen euro. En waarom? Omdat ze een carousel hadden waarmee je geld kon witwassen. Banks miljarden zijn er witgewassen via ING. 775 miljoen. Wat voor signaal geef je dan af als overheid aan je burgers? Als je dat doet, dat misdaad loont. Dat signaal wat je geeft. En 2 weken geleden was er een rapport van de Nederlandse bank. En toen zeiden ze, ja, uit het rapport blijkt eigenlijk dat de top van ING niks fout heeft gedaan. Weet je wie dat onderzoek heeft gedaan? Weet je wie het onderzoek heeft betaald? ING zelf. Wat voor signaal geef je nou af als overheid? Dat je arrogant bent en de onverschilligheid van mensen in het land groeit. Wat voor signaal geef je nou af als je 2 Armeense kinderen, Lily en Hauwik, in Nederland laat blijven? En waarom? Omdat de moeder en de medestanders de pers wisten te bewerken. Dat is de reden. Ze wisten de pers voor zich te mobiliseren. Maar de dag daarna brak de pleuris uit bij de IND, Immigratie- en Naturalisatiedienst. De staatssecretaris moest daar met grote spoed naartoe om het brandje te blussen. Waarom? Omdat die medewerkers daar in alle staten waren. Die zeiden, luister, we hebben hier mensen die in veel ergere situaties zitten, die terug moeten naar landen waar het echt helemaal niet leuk is. Die hebben we teruggestuurd, omdat ze de weg naar de krant niet wisten te vinden. Wat voor signaal geef je af als je mensen wel laat blijven die namen verzinnen, zoals die moeder heeft gedaan, die zeiden Zuid-Oezbekistan kwamen, die dreigden met zelfmoord, waardoor de staatssecretaris op een gegeven moment zelfs moest onderduiken. Wat voor signaal geef je nou af als overheid dat asielterreur loont? Dat is het signaal wat je afgeeft. En ik begrijp die mensen heus wel dat ze willen blijven, dat snap ik ook wel. De echte misdadiger is natuurlijk ook de overheid. Want laten we wel eens, je moet die mensen niet de kans geven om te denken dat ze een kans maken en dus een kans hebben, want ze hebben geen kans. Dus ze maken ook geen kans, dan moet je die kans ook niet geven. Die zin spreek ik nooit meer zo uit, denk ik. Wat voor signaal geef je af als je als werkgever je werknemer een brief stuurt? Ik heb de brief gezien, Dick heeft hem gekregen. Mijn schoonpa, na 44 jaar werken. Geacht personeelslid P6102. Binnenkort beëindigt uw dienstverband. Wilt u de sleutels en het pasje bij uw meerdere inleveren en de bedrijfskleding schoon op de balie leggen? Hoogachtend de directie. Geen dankjewel, niks. Na 44 jaar. Door weer en wind. Altijd op de fiets. Altijd wind tegen. Op de bus. Tuurlijk om zijn gezin te onderhouden, maar ook voor het land. En om iets te doen voor de maatschappij. Wat voor signaal geef je dan af als werkgever? Zal ik u vertellen wat Dick heeft gedaan? Hij heeft de sleutels en het pasje aangetekend opgestuurd. En de bedrijfskleding mee naar huis genomen. De volgende dag in de barbecue in de achtertuin ritueel verbrand. Wat een brief. Kon geen dankjewel vanaf. En toen dacht ik, nou, voor Dick en al die andere mensen die met pensioen zijn gegaan, past een muzikaal lintje. Pensionado, nu komt het grote genieten. Laat alles maar schieten. De toekomst is vrij. Dit zijn jouw dagen, de vrije dagen. Nu hoeft niets meer te wijken. Geen klok om op te kijken. En geen wekker die gaat. En je peddelt rond op je elektrofiets. Blaas blaadjes uit de tuin. Je kreeg dat ding bij je afscheid als cadeau. En het heeft misschien iets hypocriets, want je hebt zat te verteren. Maar ontbijten bij IKEA, dat vind je zo. Pensionado, nu komt het grote genieten. Laat alles maar schieten, de toekomst is vrij. En dan de kinderen van je kinderen. Je kan daar uren mee spelen. Ze gaan nooit vervelen. Al zijn ze slecht voor het klimaat. En je denkt terug aan Theo. Die zeiksnor van lijn 11. Of je baas waar je zo vaak van hebt gebaald. En het heeft misschien iets hypocriets. Maar je huilt verborgen tranen. Omdat zij de eindstreep niet hebben gehaald. Pensionado, nu komt het grote genieten.
Laat alles maar schieten. De stress is voorbij. En dan die brief, die stomme brief. Je moet hem snel vergeten. Zij doen het niet, ik doe het wel. Al voer ik geen zins het bevel. Namens het hele staatsbestel. Zeg ik dankjewel. Dankjewel. Liep bij u dit jaar de magnetron ook ineens 6 minuten achter? Er kwam een stroomruzie tussen Servië en Kosovo. We raken de tijd kwijt in dit land. Wist u dat de pips op de radio is aan het verdwijnen? Vanaf 1 januari hoor je nergens meer de pips. De pips zijn die 3 piepjes, zodat je weet op het hele uur... Oh, nou weet ik hoe laat het is. We zijn vergeten hoe laat het is. En ik kon dus ook overal nu stevast te laat. Wat ik trouwens wel mee kan geven als tip voor het nieuwe jaar... zorg dat je een keer te laat komt. Mij is namelijk opgevallen dat mensen die te laat komen... altijd vrolijker zijn dan de mensen die op ze zitten te wachten. Wat een gedoe, man, over de zomertijd en over de wintertijd. Ja, dan is het weer donker. Ik haat als het donker is. Ik ben dit jaar aangehouden in het donker op de A12. Het kan ook de A13 zijn geweest, het was donker, dat weet ik niet meer. Maar goed, aangehouden politie. Stop, stop, stop. 2 agenten achter me stappen uit de auto. Man en een vrouw. Waarom hebben vrouwelijke agenten altijd de dikke reet? Is wel eens opgevallen. Die konden mijn auto wachten met die reet van 6x8. Meneer, uw linker koplamp is kapot. Ik zeg, nou, bedankt voor de tip. Ze zegt, nee, dat kost u €140. Ik zeg, dat is goed, maar dan wil ik wel dat u morgen gemaakt is. Ze zegt, meneer, hebt u soms gedronken? Ik heb geen blaasapparaat bij me, maar wilt u misschien even over die streep lopen? Ik zeg, welke, die witte of die zwarte? Ze murm. Ik zeg, wijfie, doe niet zo moeilijk. Ze zegt, wijfie, zei u wijfie, wilt u er een boete bij? Want je mag ze niet beledigen, hè? Als je ze beledigt, €200 boete. Ik zeg, is dat waar? Als ik tegen jou zeg dat je een lekker wijf bent. Ze zegt, dan krijgt u €200 boete. Ik zeg, nou, dan ben ik blij dat er in jouw geval geen enkele aanleiding voor is. Moet je onthouden, hè, vriend? Moet je onthouden. In Zweden moet je sinds dit jaar, als je seks wil hebben met iemand... schriftelijke toestemming krijgen. Als je seks wil hebben in Zweden. En wie wil dat nou niet? Toestemming vragen aan iemand. En toen dacht ik, misschien zijn we de schaamte niet voorbij. Misschien zijn we wel weer door de schaamte ingehaald. Heb je daar alles over nagedacht? Ineens moet je een schriftelijke verklaring... En ook als je een langdurige relatie hebt. Hè, dus moet je je voorstellen dat je elke week je vrouw moet zeuren om seks. Ik denk, ik probeer het nog een keer met die betekenisvolle pauze, maar... Ik was 1 jaar of 11 toen ik samen met mijn Surinaamse vriendje Farouk... van de schooltuintjes bij Mariehoeven naar huis liep. En we liepen nooit gelijk naar huis. Je ging verdwalen als kind, je ging een kattenkaart uithalen. Je zorgde dat je voor 6 uur thuis was. Maar je ging onderweg allerlei andere dingen doen. Tegenwoordig hebben ze al die kids de GPS-coördinaten. Nee, joh, wij deden maar wat. En we gingen vanuit de schooltuintjes, doken we de bosjes in... langs de treinbaan. En daar vond ik mijn allereerste seksboekje. En ik was een man toen ik de bosjes uitkwam. Allemaal blote vrouwen in allerlei posities. Als je tenminste door de bosjes heen kon kijken... dan zag je het vogeltje zitten, zal ik maar zeggen. Puni Finario. Ja, die. Ik weet de naam nog van dat seksboekje. De naam was namelijk Swedish Porn. En nu moet je dus toestemming vragen in Zweden als je seks wil hebben. Misschien zijn we wel door de schaamte ingehaald. Trouwens, in Zweden zijn ze nooit zo vrij geweest. Dat denken mensen, maar ze zijn nooit zo vrij geweest in Zweden. Nee. Wist u dat tot 1979 homoseksualiteit in Zweden werd gezien als een ziekte? Als je niet lekker was, dan belde je baas, dan zei je, ik voel me homo. We zijn door de schaamte ingehaald. Dit jaar bij de WK in Rusland, voetbal. Besloot de FIFA halverwege het toernooi geen mooie vrouwen meer in beeld. Want dat was seksistisch. Waarom zou ik naar een lelijke vrouw kijken? Dat doe ik thuis al. Ah, joh, maak het uit. Ze is er toch niet bij. Ik hoop niet dat ze kijkt. Nee, je mocht wel naar Mick Jagger kijken. Dat mocht wel. En naar Maradona. Heb je Maradona gezien? Van levende legende naar een hoopje ellende.
Weet je hoe hij erbij zit tot die tribune? Die man is al lang dood, alleen de cocaïne giert door in dat lichaam. Dat is wat je ziet. Zelfs Wim Kieft zei, dit gaat te ver. Maar kan ik dat spul krijgen? Dat heb ik niet. Hij had ook twee horloges om Maradona, weet je toch? Dat begrijp ik dan wel. Die man is zo dik, die bevindt zich in twee tijdzones. Misschien zijn we wel door de schaamte ingehaald, want pitspoezen bij de Formule 1 zijn verboden. Mozart's Lied Sauberflöten is dit jaar herschreven. Waarom? Omdat het ineens racistisch en seksistisch is. Dat is raar. Dat is toch een beetje alsof je de Mona Lisa overschildert omdat ze schil kijkt. Er is een groep feministisch die wilde ansichtkaarten met halfblote vrouwen gaan verbieden. Want, zeggen ze, mensen die zo'n ansichtkaart kopen zijn potentiële verkrachters. Pikante ansichtkaarten mag niet. Pikant wil je alleen eten, zolang het nog mag. Want vlees eten mag niet. Pepernoten met VOC-kruiden mag niet. Oliebol mag niet. Autorijden mag niet. Vliegen mag niet. CV-ketel mag niet. Open haard mag niet. Het mag allemaal niet meer. Niks mag meer in het land. Het is allemaal verboden. Wilt u er alsjeblieft mee stoppen? Trouwens ook gezichtsverzorging. Cremetjes voor je hoofd en zo. Wilt u daarmee stoppen? Het kan niet zo zijn dat de ene mens daar beter uitziet dan de andere. Dat wil ik niet hebben. Mensen is trouwens ook niet inclusief genoeg. Wezens. Laat elkaar wezens noemen. Vind ik een veel beter woord. Schaken, wilt u daarmee stoppen? Mag niet. Altijd die witte tegen die zwarte. Hang het ons weer op. Kolonisten van Catan. De kolonisten zijn ineens verdwenen. Het heet leeg Catan. Het mag allemaal niet meer. Oliebollentest, haantest, patattest. Mag niet. Waarom niet? Nou, we kunnen die mensen wel. We kunnen ze kwetsen, die mensen. Dat zijn geen mensen. Dat zijn de engerts. Dat zijn mensen die zijn prutsers. Die willen eerder met pensioen dan jij en ik. Die maken een gecremeerde rattenkeutel. Een stuk zwart geblakerd verdriet. Dat waren de leuke teksten in de oliebollentest. Ja, als je deze oliebol koopt, dan moet je een bril erbij nemen om van krent naar krent te fietsen. Dat soort dingen. Het mag niet, het mag niet. Het is verboden. Dierenbeweging PETA wil dat u geen melk meer drinkt, want melk is de drank van extreemrechts, de drank van de blanke overheersers. Bananen moeten uit de winkels, want het kan gebeuren dat je een neger in de supermarkt een banaan ziet pakken en dan denk jij onwillekeurig met je blanke brein aan een aap. Echt. Daarnaast zijn bananen geel en dat is beledigend voor Aziaten. Het mag niet, het mag niet. Ik wil het niet meer hebben en dat kan allemaal niet meer. En dan voel je op een gegeven moment toch ook een beetje als een gekwetst dier. Dan denk je bij jij, fuck, ik lijk op Theresa May wel. Ik loop helemaal. Ja. Maar Johan Derksen kwetst mij. Want ik wil uit de kast komen, maar Johan Derksen kwetst mij. Heb je die man wel eens geprobeerd uit te lachen? Lach die vent gewoon uit. Iemand kan jou pas kwetsen als jij dat toelaat. En natuurlijk moeten we het best al een beetje oplossen, weet ik ook wel. De koning had gelijk in zijn kersttoespraak. Actieve burgers die het samen bolwerken. Daar gaat het om. We moeten het met z'n allen samen doen. Seks is ook veel leuker als je in een groep ligt. Lig je met z'n allen in een grote groep. Dus één grote vriendelende vleessalade. Dan lig je met z'n allen zo. En dan denk je, wat is dat been? Oh, dat is de buurvrouw. Dat is een buur. Ja, dat is wel belangrijk, want ik moet u wel vertellen. Ik vind dat mijn buurvrouw een leukere buurvrouw heeft dan de haren. Dus hup, dan ga ik daar naartoe. En dan denk ik, hey, Peter R. de Vries. Hup, dan ga je Peter R. de Vries. En dan denk ik, oh, wat was dat lekker. Ja, was lekker. Ja, even pissen. Patricia Pai. Patricia Pai. Van geest, vrijheid van woord, vrijheid van lichaam. Open de deur in je hoofd, zoals dokter Bert. Kijk naar de sterren en niet naar je voeten, zoals Stephen Hawking zei. Zwem zo ver als je kan, zoals Maarten van der Weijden. En verbrand je oude ik, zoals Dick. Dankjewel, dames en heren. Zo, nou, dan is het bijna zover. Het jaar zit erop, 2018. En ik moet zeggen dat ik... Ik heb een staatslot gekocht. Heb je ook een staatslot gekocht? Dat had je niet hoeven te doen. Ik heb het winnende staatslot. Dus... Heeft geen enkele zin. Oh, heb je die reclame gezien met Frekkeltje? Heb je dat gezien? De hondje is leuk, hè? Oh, ik bedoel, als ik win, koop ik die hond. Ik koop gewoon Frekkeltje. Ik denk sowieso dat een hond een betere vriend is voor een man dan een vrouw, eerlijk gezegd. Ja, dat klinkt een beetje naar, maar ik zou je vertellen... moet je je hond en je vrouw maar eens opsluiten in de kofferbak van je auto. Als je na 2 uur open doet, wie is er blij om je te zien? Ik wens je al een gezegend 2019. Maak het mooi. En we zeggen vaarwel, 2018. Je dagen zijn geteld,
jaar van dividendbelasting en extreem natuurgeweld. Van bitcoins en van blockchain. Van die oberschoppers in Praag. Thaise jongens in een grot. En Russische spionnen in Den Haag. Er spookt nog van alles door mijn kop. Ik zou nog zoveel willen zeggen, maar het zit erop. Al was het jaar weer veel te kort. En is het niet gegaan zoals het hoort. We blijven hopen dat het beter wordt. We dansen op het slappe koord. En nou maar hopen dat het beter wordt. Erop vertrouwen dat het beter wordt. Al lijkt de wereld soms compleet gestoord. We hopen dat het beter wordt. Er is dit jaar een Tesla de ruimte ingegaan. Hadden ze dat maar met alle Fiat Panda's gedaan. Of liever nog, de rolstoel van die kleine wijze man. Die ons liet zien hoe je ondanks al je beproevingen toch heel ver komen kan. En de toekomst is onzeker, dat is waar. Dus branden we een kaarsje voor het nieuwe jaar. En al was dit jaar weer veel te kort. En is het niet gegaan zoals het hoort. We blijven hopen dat het beter wordt. En was je saldo weer te kort. Nou dan maar hopen dat het beter wordt. Daarop vertrouwen dat het beter wordt. Al lijkt de wereld soms compleet gestoord. We blijven hopen dat het beter wordt. Onvermijdelijk voort. Ik zou nog zoveel willen zeggen. Ik zou nog zoveel willen zeggen. Al was het jaar weer veel te kort. En is het niet gegaan zoals het hoort. We blijven hopen dat het beter wordt. Dat het beter wordt. Een heel nieuw jaar binnenkort. En nou maar hopen dat het beter wordt, dat het beter wordt. Dat het allemaal wat beter wordt. Wat meer ruimte voor het vrije woord. En dat alles wat minder inclusiever wordt. Want van dat polderen word je ook compleet gestoord. Dat het mooier wordt, dat het beter wordt. Met eindelijk een fatsoenlijk pensioenakkoord. Dat het mooier wordt, dat het beter wordt, dat het zachter wordt. Dat het lichter wordt, dat het mooier wordt. Dat het beter wordt, dat het zachter wordt. Dat het beter wordt.
Oudjaarsnacht is Omroep West weer de hele nacht op pad om jou het laatste nieuws te brengen. Op 1 januari vanaf 5:30 zie je al het nieuws uit jouw regio. Alleen op TV West. Vuurstapel wordt Vonkenzee. Dit heeft Scheveningen nog nooit meegemaakt. Burgemeester Krikke weet niet of er volgend jaar weer vuurstapels kunnen zijn. En branden of niet, de nieuwjaarsduik op Scheveningen gaat gewoon door. Dag dames en heren. Ik ben in shock. Dit heb ik niet zien aankomen. Dat zegt Peter van Zanen, de organisator van het Vreugdevuur op Scheveningen. Gisteravond ging het helemaal mis. Na het ontsteken van de vreugdevuren op het strand ontstond een vonkenregen die neerdaalde op het dorp Scheveningen. De boulevard werd ontruimd en daar moest een mobiele eenheid bij aan te pas komen. En her en der ontstonden ook branden. De schade is groot. In al die jaren van vreugdevuren is dit nog nooit gebeurd. Vonken en stukken brandend materiaal die door de wind landinwaarts worden geblazen en neerkomen in de wijk rond de Oude Kerk. Ja, ik kwam hier eigenlijk net aangelopen na een rondje lopen en zag in één keer de brandweer op mijn dak. Dan bleek dat er bij de buurman ook vuur was uitgebroken in de tuin. En door de vele vonken wordt het uit voorzorg nu gewoon nat gehouden. Dus, ja. Het publiek wordt gesommeerd het strand en de boulevard te verlaten. De ME komt eraan te pas om de rust te herstellen. Terwijl het vreugdevuur blijft branden, richt de brandweer zich op het nat houden van daken en de Oude Kerk om meer branden te voorkomen. Ik ben heel snel naar huis gerend om te checken of de straat oké was. Maar de hele straat stond op straat, dus... Maar het is volgens mij niet helemaal goed ingeschat qua windrichting of, Maar jouw huis heeft geen schade? Ik heb geen schade, ik ben helemaal blij. Ik was eventjes voor 12 bij de stapel gaan kijken. En ik denk, nou ik ga lekker naar huis met mijn vrouw. En op de helft van de rit word ik gebeld. Dat ik met spoed naar huis moest komen, want je tuin stond in de vek. En Dus nou is het afwachten. En, Alleen de tuin of ook schade aan je huis? Ja, ook schade binnen, merendeel waterschade vanuit buiten en naar binnen toe. De wijkbewoners willen de traditie van het vreugdevuur allemaal in ere houden. Maar op deze manier, dat is de vraag. Ik denk dat in de huidige vorm misschien wel de laatste keer was. En dat voor volgende edities, want het is wel een hele mooie traditie. Dat er echt nauwkeuriger moet worden gelet op risico's. Het is wel link. In de loop van de nacht besloot de brandweer het vuur uit elkaar te halen en te blussen. Ja, dat was afgelopen nacht. Verslaggever Aniek Enthoven is nu op Scheveningen. Aniek, wat trof jij vanmorgen aan? Ja, pikzwarte straten. Die worden op dit ogenblik leeggeveegd. Weggeveegd van al het zwart wat hier ligt. En dat zie je ook op auto's hier. Hè. Moet je eens even kijken hier op deze auto hoe dat eruit ziet. En wat voor brokken zwart geblakerd hout daarop liggen. Auto's die helemaal bijna weggebrand zijn. De voorruit helemaal versmolten met de ruitenwissers. En binnen ruikt het overal naar vuur. Binnen in de huizen van mensen, maar ook buiten hier in Scheveningen hangt nog een enorme rooklucht. Ja, is al bekend hoe groot de schade is? Ja, dat kan ik alleen maar inschatten op basis van wat ik zie. Wat ik net al zei, hè, auto's die zwaar beschadigd zijn omdat ze helemaal weggesmolten zijn. Maar ook huizen die smerig zijn. Overal hangt een rooklucht. Ik heb verbrande fietsen gezien. Er is een snackkeet helemaal weggebrand. Maar ook achtertuinen die nog helemaal vol liggen met zwarte roet. Kortom, de schade is echt groot. Ja, burgemeester Krik heeft inmiddels ook gereageerd. Wat zegt zij? Ja, burgemeester Krikke was hier gisteravond op Scheveningen om naar het vuurwerk te kijken, de vuurstapel. Zodra het misging is ze naar Ypenburg gegaan, naar het commandocentrum van de politie en de brandweer. En daar zei ze het volgende. We
gaan minutieus evalueren. We gaan dat doen met de betrokken diensten. We gaan dat doen met deskundigen. We gaan dat doen bij iedereen, met iedereen die ons daarbij kan helpen. En met die evaluatie gaan we ook al de informatie bekijken die er nu bekend is. En misschien nog in de toekomst zal komen. En ik vind ook dat daarbij ook op tafel moet komen of de vreugdevuren nog verantwoord door kunnen gaan. Zo in de toekomst. En als u dat zo zegt, dan lijkt het er bijna op alsof dat niet kan volgens u. Daarom is een evaluatie ook echt heel erg belangrijk. Ik moet je echt de dingen echt van alle kanten bekijken. Maar daarbij moet ook de vraag op tafel komen of de vreugdevuren nog verantwoord door kunnen gaan. En heeft u zichzelf die vraag al gesteld vandaag? En daarom is ook die evaluatie van belang. Want je moet die evaluatie echt gewoon doen. Dan kan je ook alle informatie die je hebt met de diensten, met deskundigen, echt op tafel leggen. En daar dan echt goed naar kijken. Ja, wethouder Boudewijn Revens die loopt hier vanochtend rond, verantwoordelijk voor stadsdeel Scheveningen. En die sprak met een aantal bewoners. Ja, als je hier 's ochtends komt en je ziet hoe de buurt eraan toe is, kan ik me heel goed voorstellen dat mensen een spannende nacht hebben beleefd. Dat er heel veel mensen nu last hebben van schade, van de rook, van troep. Dus het is echt een verschrikkelijke nacht geweest voor een deel van Scheveningen. Ja, u heeft een rondje gelopen. Wat hoort u dan van mensen? Ja, ik hoor mensen die zeggen van ja, de wind stond net goed zodat het langs mijn huis ging. Ik heb mensen gesproken die het hier heel spannend hebben gevonden. Je ziet ook om je heen dat het heel veel kapot heeft gemaakt. Alles is vies van de as. Dus dit wil Scheveningen niet nog een keer meemaken. Ja, vandaag is echt een dag van puinruimen. Maar er wordt ook al heel erg gesproken over, ja, moeten we dit wel nog een keer willen? Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind het heel goed dat de burgemeester vannacht al heeft gezegd dat we dit goed moeten evalueren. Ik denk dat we die evaluatie ook moeten afwachten. Want dan kunnen we op basis van de goede gegevens conclusies trekken. Want ik denk dat ik met heel veel Scheveningers het met me eens zullen zijn als ik zeg van dat we dit niet nog een keer zo willen. Wat betreft de organisatie die wij hebben gesproken, die zeggen voor ons was dit de laatste keer. Ja, nou, dat nemen we dan ook mee in die evaluatie. En ik kan me voorstellen dat heel veel mensen echt geschrokken zijn. Ja, Aniek, Boudewijn Revens zegt het al, hè. Dit wil Scheveningen niet nog een keer meemaken. Je zegt al, de organisatie heeft ook al gereageerd. Is het nou gewoon klaar dan? Ja, dat is de vraag. De bouwers hebben inderdaad gezegd, wat ons betreft was dit de laatste keer. Die zijn echt in shock. Die vinden het afgrijselijk wat er gebeurd is. Die zeggen, het is een wonder dat er niemand gewond is geraakt. Nou, dat is ook zo. Maar ja, of dit de laatste keer was, dat is de grote vraag. Ja, zagen we nog even beelden van hoe het er vannacht uitzag. Iets anders, het leek lang te duren voordat werd besloten die brandstapel op het strand bij Scheveningen daar te blussen, waar die vonken dus vandaan kwamen. Hoe kwam het dat dat zo lang duurde? Ja, klopt inderdaad. Zo rond 1:30, 2:00 kwam die vonkenregen over. De brandweer is pas tegen 4:30 die brandstapel gaan blussen op het strand. En daar zeggen ze het volgende over. Dat heeft de nodige voorbereidingen nodig. Onder andere moeten er voertuigen bij de brand kunnen komen. En daarnaast moet natuurlijk ook water bij de brand gebracht worden. Ja, de brandweer, Aniek, staat toch naast zee? Of is dat heel naïef om te zeggen dat ze dan water uit zee kunnen pakken? Ja, dat zou je denken, ja. Pak water uit zee en ga daarmee blussen. Nou, dat kan niet. De zee is zout water. Er zit ook nog eens heel veel zand in. Daar gaat de apparatuur van kapot, dus ze moesten dat water toch ergens anders vandaan halen. Goed, en Aniek Enthoven op Scheveningen. Dankjewel. Ja, de vonkenregen die vannacht neerdaalde op het dorp Scheveningen had geen gevolgen voor de nieuwjaarsduik bij de pier. Vanmorgen verzamelden duizenden mensen zich op het strand voor de traditionele 1 januari nieuwjaarsduik. Het startdorp is maar een paar honderd meter bij de brandstapel vandaan, maar liep vannacht geen schade op. De sfeer was goed en uiteindelijk renden een paar minuten voor 12 al zo'n 10.000 mensen de zee in. Uiteraard gehuld in prachtige pakken, rare brillen en de traditionele muts.
Ja, daar laten we het bij voor dit moment. De extra uitzending van TV West Nieuws in verband met de vonkenregen die gisteren neerdaalde op Scheveningen. Burgemeester Krikke heeft een uitgebreide evaluatie aangekondigd, waarbij ook de vraag aan de orde komt of de vuren in deze vorm nog wel kunnen blijven bestaan. De organisator van het Vreugdevuur Scheveningen is in shock en heeft inmiddels laten weten dat het waarschijnlijk de laatste keer was gisteren. Het TV West Nieuws is er om 5:30 vanmiddag weer. Om 5:00 vanmiddag kunt u kijken naar een uitgebreide samenvatting van de nieuwjaarsduik. En in de tussentijd houden we u uiteraard op de hoogte via onze app en omroepwest.nl. En natuurlijk ook via 89.3 Radio West. Ik wens u nog een heel fijne dag. Dag. Nou, kijk eens even over een polder en er staan er overal masten. Nou ja, ik vind ze niet lelijk, maar het is ook niet dat ik zeg, jongen, van de kunstwerken. Dwars door het groene hart van ons gebied komt een nieuwe elektriciteitsverbinding met nieuwe masten. Nou, dan staat hij om te knetteren. Nou, wat knetteren, je weet wat knetteren is, dus knetteren. De impact van de lijn is groot. Het aanleggen van de lijn is groots. Het geeft spanning, alleen bij TV West. Laatst was ik bij Jan Groen in Bleiswijk. Wat een mooie grote zaak. Echt een wereld aan tegels. Jan Groen heeft het grootste assortiment van de regio met zoveel mogelijkheden. Van badkamer tot woonkamer in de stijl die ik mooi vind en zelfs binnen mijn budget. Alles van eerste keus kwaliteit en veelal ook nog eens direct mee te nemen. Kon ik gelijk aan de slag? Met een persoonlijk en deskundig advies van Jan Groen op zak realiseer ik de woonruimte van mijn dromen. Bij Burgernet ontvang je een bericht als er iets aan de hand is in jouw buurt. In dit bericht wordt je bijvoorbeeld gevraagd uit te kijken naar een vermist persoon, een overvaller of een inbreker. En hoe meer mensen meedoen aan Burgernet, hoe eerder iemand wordt opgepakt. Zo doe je zelf iets aan de veiligheid in jouw buurt. Meld je nu aan op burgernet.nl. Actie bij Jan Groen. Meer vierkante meter tegels halen is minder betalen. Jan Groen, een wereld aan tegels. Bij feestjes of bij drukte, dan gaat hij op deze stand. En dan hoor ik gesprekken superscherp. En als oma te veel kletst, gaat hij op de min. Bij Schoneberg heeft u ruime keuze uit de allernieuwste hooroplossingen. Voor de scherpste prijzen. Vet! Kijk snel op schoneberg.nl. Een Caress boxspring biedt ook voor u de beste slaapervaring. Nu de elektrisch verstelbare 4600H met topper Pocket Active Air. Alleen tijdens de wintersale slechts €1.995. Vind uw Caress dealer op caressboxsprings.nl. Met dit toptoestel van Schoneberg bent u draadloos verbonden met uw mobiele telefoon. Met alleen deze maand een extra vette korting van 25%. Ga snel naar schoneberg.nl. Ik heb hartfalen. Ik dacht het is logisch dat ik slecht slaap en dat ik overdag snel moe ben. Logisch dat mijn voeten opzwellen en ik van traplopen buiten adem raak. Tot ik het mijn cardioloog vertelde. Die vond de ongemakken helemaal niet logisch voor mij. Nu we dit besproken hebben, heb ik weer zin om naar hartelust te leven. Ongemakken bij hartfalen zijn niet altijd logisch. Praat erover met uw cardioloog. Vraag het informatiepakket aan. Look at me, I have some sympathy. We have to take away our pain and breathe. Mis mijn kinderen, mis alles. Surrounded by the universe with the moon and Mars. I feel it. Thank you.
is een 7000 kilometer lang avontuur over de eindeloze en besneeuwde wegen naar Noord-Scandinavië. Met deelnemers uit onze regio. Kijk mee naar het avontuur van Navigate North. Donderdag alleen op TV West. Het is 1 januari 2019. De beste wensen, Kurt. Gelukkige nieuwjaar. Ja. We zijn live vanaf het strand hier in Scheveningen voor de traditionele nieuwjaarsduik. 50ste keer, een bijzondere dag vandaag. Het is een hele bijzondere dag, ja. Johan, want het is de verjaardag van jouw moeder Leni. Ja. Gefeliciteerd, 68 lentes jong. Je ziet er fantastisch uit. Ja, slijmbal. Je zit te kijken, mam. Gefeliciteerd tot vanmiddag. Maar het is natuurlijk een nieuw jaar, hè. 1 januari 2019, we zijn er. Ja, zeker. En we zijn hier niet alleen, want we zijn hier met 10.000 mensen die hier vanmiddag vanaf het strand de zee in gaan rennen. Je zou maar gek zijn, hè. Je zou maar zo gek zijn om... Het is best wel koud. Het is warmer als vorig jaar, maar het waait. Ja. Het waait en dat is een beetje tricky. Ik denk dat het nu, als je nu op het strand staat, nog meevalt. Ik heb het niet koud namelijk, maar wij zijn ook warm gekleed. Ja. Maar als je eenmaal het water uitkomt en dan die wind. Ja, en het zand, hè. Het zand is echt heel koud. Dus je moet zorgen dat je iets aan je voeten hebt. Jij hebt goede schoenen aan? Ja, jij ook. Ik heb ook hele goede schoenen aan, dus het gaat goed komen. Nou, ik ben vanmorgen namelijk de zee al even ingedoken om te testen. Geloof het is heerlijk. Met je teen, met je kleine teen. Ga jij het water in? Jij moet het water in. Ik ga er serieus over nadenken. Ik niet. Nee, maar ga je serieus over nadenken? Bikkel. Ja, weet je wat het is? Je moet het ooit een keer hebben gedaan. Je moet één keer gewoon op 1 januari dat water. Als je een Nederlander bent, hè? En ik voel me toch echt wel Nederlander. Ik ben Nederlander. Ergens. Ja. Jij niet. Jawel. Nee, we gaan... Kijk, er lopen hier heel veel mensen. De meest leuke uitdorsingen. Ook mensen met hele bijzondere verhalen. Hier komt er al aan. Nou, laat maar even zien dan. Zo. Ja, dat loopt er ook nou, rond, hè? Ja, precies. Ja. Nou, dat dus. Wij gaan op zoek naar bijzondere mensen met bijzondere verhalen. Ik ga de tent in. Ga jij de tent in? Ik zie je zo, Kurt. Ik ga intussen even praten met Thijs Sleddering. Thijs van de organisatie. Het is toch elk jaar weer een evenement? Het is weer een feest, hè, ja, Johan. Ja. Je ziet het. Maurice de Gebroeders Co. maakt er één groot feest van. Ja, we hebben daar zin in. Ja. Nou, is het zo, 50ste editie. Hoe is die telling gegaan? Want dit is begonnen in 65. Ja, dit is de 60ste nieuwjaarsduik in Nederland. Ja. Maar de 50ste in Scheveningen. Ja. Dus zo hier en daar is er eentje niet doorgegaan doordat de zee hier net wat te wild was. Nou doen er 10.000 man mee. Ik zou denken, je kan je van tevoren aanmelden. Maar het is echt wie het eerst komt, die kan meedoen, hè? Absoluut. Gewoon wie het eerst komt, kan meedoen. En dat is het leuke eraan. Het feestje begint eigenlijk al in de rij met mensen. Dat is toch wel heel leuk om te zien. Ja. Maar stel nou dat er mensen zijn die nu denken van... Oh, ik vind het ook nog wel even leuk. Het weer is op zich prima. Ik ga naar Scheveningen. Ik wil ook het water nog even in. Als het goed is als ik nu zo kijk, zijn er nog zeker wat kaarten beschikbaar. Okay. Dus je kan altijd komen, absoluut. Ja, maar de limiet ligt echt bij 10.000. Hè? Het is niet dat je zegt daarna van, ah joh, kom er nog maar een paar duizend bij. Nee, bij 10.000 stoppen we en dan kan je op onze site kijken waar andere duiken zijn, waar nog ruimte is. Dat heeft puur te maken met veiligheid. Absoluut, veiligheid is prioriteit nummer 1 voor ons. Ja. Leuk is wel, want we zien heel veel bijzondere mensen lopen, is dat er ook heel veel mensen uit het buitenland hier naartoe komen. Ja, veel internationale mensen, ja, dat is toch wel iets leuks.